Voor sommigen ben ik mama Jannie, voor sommigen ben ik de oma van de wonden. Nou, prima toch. Mijn naam is Jannie Tulasekke. Ik word 70 en ik werk al bijna 2 jaar hier. Ik ben Jesse Mol, 23 jaar, woonachtig hier in Almelo. Ik werk hier nu sinds 1 jaar bij de wonden en sinds 1,5 jaar ongeveer bij Aflijn zelf. Ik ben begonnen in de zorg. Jaren geleden heb ik gewerkt ziekenverzorging op Ugeria. Daarna heb ik diverse banen gehad. Gewerkt in de TBS-kliniek, sociotherapeut, heb ik 6 jaar gewerkt. En daarna ook weer in jeugdzorg, ook met asielzoekers. En mijn laatste baan was laatst 2 jaar geleden met de COA. Ik heb de opleiding sociaal werk gevolgd op het mbo-niveau. En mijn moeder die werkt toevallig ook bij een 24/7 locatie, maar dan bij Jippe van der Bent in Harderberg. En ik denk, ja, dat spreekt mij ook nog wel aan. Wat ik aan bagage meebreng, dat probeer ik hier ook tot uiting, in praktijk te brengen, mijn relatie met de cliënt. Iedereen dacht van de bewoners van ja, een jong ventje, wat moet ik daar nou mee? En hoe mate je de cliënt beter leert kennen, hoe meer ze hun verhaal ook kwijt kunnen aan mij. En ik heb altijd gezegd, als iemand zijn verhaal kwijt wil aan mij, dan... Dat mag nu, maar dat mag ook binnen 1,5 jaar, zolang jij je daar maar goed bij voelt. Nou, ik vind het heerlijk met mijn jonge collega's. Ja, ze hebben natuurlijk ook een ideaal en dat willen ze worden en streven daarna. En in één keer besef ik, ja, dat heb ik ook allemaal gekend. En dan kom ik erachter dat voor mij persoonlijk, dat het ook allemaal zo snel is gegaan. En aan de andere kant denk ik, ja... Zo snel voor mij is gegaan. Maar je kunt nog zoveel betekenen hier binnen de wonden. Ik kom dan natuurlijk van mijn bijbaantje, Domino's Pizza. Dus heel veel werkervaring heb ik simpelweg nog niet. En dat maakt soms wel dat ik af en toe wat onzekerder uit de bocht kan komen. Maar dan hoor ik ook van collega's terug. Dat is totaal niet nodig. Iedereen is hier ook om te leren. Iedereen mag fouten maken. Als je maar weer opstaat, dan is dat voldoende. Hartstikke goed. Ik zeg altijd van, ik heb een contract van 1 jaar. Elk jaar dan verlengen we. En dan zeg ik, weet je, hoe ik me voel. Hè? En als ik het goed voel, of wat dan ook, nou, verlengt het maar. Ik hoop dat ik nog de kans krijg om nog te kunnen werken. In die zin, ik voel me nog steeds goed. En ik voel me nuttig. Ik heb er geen zin in om thuis te zitten, maar zo zeggen. Ik ben nog jong, 23. Ik heb nog een heel leven voor me, dus mocht er ooit iets anders op mijn pad komen, dan zou dat wel zo zijn. Maar tot nu toe zit ik hier nog prima. En ik ga hier voorlopig nog niet weg, denk ik.